Een jeugdspeler van VV Zwaluwe in Vlaardingen is gistermiddag zwaar gewond geraakt toen een fakkel die hij aanstak ontplofte. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd van het eerste elftal tegen Excelsior Maassluis. De politie onderzoekt hoe de fakkel heeft kunnen exploderen. De 12-jarige jongen moet door de klap een hand missen. De getuigen zijn opgevangen in de kantine van de voetbalvereniging en krijgen slachtofferhulp. De Rotterdamse kampeer- en buitensportwinkel Vervat aan de Stadionweg is failliet. De winkel is gesloten en alleen lopende zaken worden nog afgehandeld, aldus directeur Bram Vervat. De winkel was 47 jaar een begrip in Rotterdam. Een curator beslist de komende tijd of het bedrijf een doorstart kan maken. Door de sluiting staan zo'n 45 werknemers op straat. Een verdachte van de stadionrellen die te zien was op billboards in Rotterdam heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 20-jarige Barendrechter. Hij werd gezocht in verband met zijn betrokkenheid bij de Kuiprellen van 2 weken geleden. Hij is hiermee de 20ste verdachte die is aangehouden voor zijn aandeel in de rellen bij het Feyenoordstadion. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten loopt de temperatuur in de middag op naar zo'n 24 graden.